Goedenavond allemaal. Mijn naam is Louis Gauthier en ik ben van NPO Radio 1. Daar programmeer ik de live muziek en ik maak reportages. Het is voor mij een enorme eer dat ik in een bomvol carré ook een van mijn favoriete artiesten mag aankondigen. Laat jullie eerst even horen. Kijk! Yeah! Alrighty. Met zijn band Supertramp verkocht hij meer dan 60 miljoen platen zoals Crime of the Century en Breakfast in America. Afgelopen maand toerde hij nog door Duitsland en volgende maand speelt hij in Amerika en Canada. Dus het is een druk man. En vanavond staat hij dus hier in Carré en het was zo snel uitverkocht dat hij volgend jaar weer naar Nederland komt. En 18 april volgend jaar in Carré, is ook al uitverkocht mensen, maar 19 april komt hij in Rotterdam in Luxor Theater. Ja. Nou, dus er zijn nog kansen. Roger die zei ooit over zichzelf, ik ben niet anders dan wie dan ook in het publiek, behalve dat ik mijzelf zo goed kan uiten puur door muziek te maken. En muziek is een van de belangrijkste middelen om herinneringen op te halen en op te slaan. Kortom, deze artiest weet iedereen te raken met zijn magische muziek en zeker nu met zijn fantastische band. Hebben jullie er zin in nog eenmaal? Hoi! Graag een daverend applaus voor Roger Hodgson, formerly of Supertramp.